Ja, hallo. Gefeliciteerd met de punten. Dankjewel. Hoe zit het met jouw flow? Hè? Want de laatste twee wedstrijden hiervoor had je aardig wat doelpuntjes te pakken. Vandaag even niet en wordt het spannend. Hoe zit jij erin? Nou ja, vandaag schoot ik gewoon ronduit slecht. Dat kan je voorop stellen. Ja, soms heb je wel zo'n dag. Je hoopt er het beste van en als die niet valt, dan valt het niet. En dan moet je gewoon andere dingen gaan doen. Gewoon lekker Tim en Stellen brengen bijvoorbeeld. Dat lukte aardig, zeker de eerste helft. Waar ligt het nou aan dat de tweede helft toch nog zo spannend wordt? Is dat gewoon het afrondingspercentage? Of zij kwamen ook steeds beter in hun flow terecht, KCC? Nou ja, ik denk als je kijkt bij ons gewoon aanvallend. Wij wachten gewoon Tim en dat is gewoon prima. Het andere vak had iets meer moeite om het spel te maken. Maar ik denk dat gewoon het grootste bij ons punt is verdedigend. We hebben ons vandaag gewoon totaal niet aan afspraken gehouden. We hebben ze niet het moeilijkste schot weggegeven. En gewoon heel dom verdedigd. En dan heb je ook nog een scheidsrechter die alles op een vrije bal of stip legt. Ja, dat schiet ook niet op. Wat was de afspraak verdedigend? Wat wilden jullie met name tegen het vak waar je tegen stond? Sowieso regel nummer 1 is gewoon domineren. En gewoon dominant zijn, op onderscheppen spelen, goed voorverdedigen, aan de regels houden. En dat doen we niet. En moeilijk zijn schot weggeven. Nou, en als je nou vandaag kijkt, dat gebeurt gewoon niet. We geven makkelijke kansen van dichtbij, geven we weg. Heel veel vrije ballen, onnodige overtredingen die we maken. Dus het is gewoon niet zo heel goed gedaan. Even individueel. Twee weken geleden stonden we hier en hadden we een interview met Art. En die had het erover dat jij het best pittig hebt met de politieopleiding. Is dat fysiek een aanslag of hoe kan je daar iets over zeggen? Fysiek is het sowieso natuurlijk pittig, maar het is ook mentaal, weet je wel. Het is, elke dag wordt het uiterste eigenlijk voor je gevraagd in je werk, in je vak. Je krijgt continu situaties waar je op moet reageren. Dus dat kost gewoon heel veel energie. Dus het kan wel eens gewoon dat je s'avonds, dan ben je gewoon moe. Gewoon op? Dan ben je gewoon, ja, ben je op. En ik ben ook geen 25 meer, dus ja. Nou denk ik dat het met je conditie op zich best goed zit, toch? Nou ja, prima. Dat sowieso, weet je wel. Fysiek sta ik er gewoon en ik kan nog makkelijk mee, dus ja. Want daarover, dat is het bruggetje waar ik natuurlijk heen wilde. Marcel Segaar krijgt hier natuurlijk. Mooi filmpje en bloemen en handjes op elkaar, omdat het zijn laatste reguliere thuiswedstrijd is. Zit dat al in jouw hoofd? Ik bedoel, uiteindelijk, jij speelt ook al alle 14 jaren mee. Zit dat al in je hoofd of niet? Er komt een dag dat ik ga stoppen. Alleen wanneer, weet ik nog niet. In ieder geval, daar kan ik nog niks over zeggen. Wat is voor jou het belangrijkste aan korfbal? Plezier. Dat je met plezier onderling of in het veld gewoon... Gewoon random, gewoon plezier. Ik moet plezier hebben op mijn training. Ik moet plezier hebben met wedstrijden. Ik moet plezier hebben daarbuiten. En het moet mijn energie opleveren en geen energie kosten. En dat zit nu wel gewoon snor? Nou, nu op dit moment wel. Ja. Volgende week LDODK, dat is de laatste wedstrijd. Heb je daar nog verwachtingen van of wordt het gewoon een pittig potje? Nou ja, het is voor ons zeg maar erop of eronder. Als wij play-offs willen halen, dan moeten we winnen. En dan moeten we niet gewoon naar een wedstrijd PKC-KZ kijken. We moeten het zelf gewoon goed doen. En we hebben vaker gewonnen in Friesland. Het is niet onmogelijk. Maar dan moeten we het wel iets beter doen dan vandaag. Nog een oproep aan de supporters? Nou ja, als je kan, ga alsjeblieft mee. Het is op zaterdagavond. En een leuk busritje, denk ik. Van een uurtje of 3. En 3 terug. Drie hele gezellige uurtjes terug. Hè? Ja, en vooral die terugreis die wordt gewoon hopelijk heel leuk. Dan kunnen we best nog een rondje Nederland doen of zo, ja. Een paar keer stoppen onderweg om bier bij te vullen. Precies dat of zo. Wel lekker drankje te halen of zo. Met z'n allen Groningen, maakt me niet uit. Ja. Ik zou zeggen, heel veel succes volgende week bij LDO. En we zien elkaar gewoon in de play-offs. Nou, dat zou wel mooi zijn. Ja, toch? Lijkt me wel, toch? Dat is goed. Dankjewel. Ja.